Dat mensen echt een opvangplek krijgen, een eigen plekje waar ze gewoon zichzelf kunnen zijn en waar ze weer deel kunnen nemen als volwaardig burger van de stad Eindhoven. Dat vind ik echt geweldig. Waar je nu dan samenwerkt, komt ook heel nadrukkelijk van een zorgorganisatie met een woningbouwvereniging ziet, dat dat een meerwaarde oplevert voor cliënten. Die daarmee dan als meerwaarde het perspectief doet vergroten. En dat maakt mij trots. Ja. Nou, we hebben daar heel veel inspanningen voor gedaan, de afgelopen 10 jaar zelfs. Ook met de buurtbewoners en de gemeente. Dus ik ben heel blij dat het er nu staat en dat de bewoners, waar het natuurlijk voor bestemd is, dat die maandag kunnen gaan verhuizen. Ook oud-bewoners die hier vandaag zijn, die zeiden ook van ja, dit is gewoon wat je wil, een eigen stek. En dat heb ik wel heel veel teruggehoord, dat echt... Ja, wel een hele grote verbetering is ten opzichte van het oude laberhuis en de oude opvangplekken. Dus. Wij als Thuis zijn echt enorm trots dat we er jaren aan hebben kunnen werken, in goed overleg aan kunnen werken, heel veel hobbels hebben overwonnen en nu het gebouw echt gebruikt gaat worden voor waar het voor bedoeld is. En daar zijn we heel blij mee. We zijn echt super blij dat wij deze prachtige woonruimte voor onze bewoners hebben kunnen creëren samen met onze partners. Als ik dit zo zie, hè? En ik zou hier weer terechtkomen, ik ben zelf natuurlijk een tijdje dak thuisloos hoe het niet geweest. Ja, dan zou ik gelijk me in mijn voorstellen als ik hier binnen zou komen. Ja. Spannend, maar we hebben er heel veel zin in.